please welcome Donald J. Trump. Donald Trump is weliswaar minder in de media te zien, maar hij staat niet stil. De voormalige president van de Verenigde Staten houdt regelmatig Save America rallies. Daar komen duizenden van zijn aanhangers op af. Waarom is hij nog altijd actief campagne aan het voeren? Er zijn een aantal belangrijke redenen voor Trump om toch door te gaan met dit soort rallies. De eerste plaats, hij wil relevant blijven. Hij wil onderdeel van de discussie zijn. Mensen moeten over hem praten. Of het nou positief of negatief is. Hij wil in het middelpunt van de belangstelling staan. En zorgen dat mensen in ieder geval hem meenemen in de discussies en in de nieuwsberichten. Hij heeft immers ook geen Twitter-account meer. Dus hij moet ook gewoon zorgen dat... Ja, hij kan af en toe een persbericht de wereld insturen. Maar hij moet ook voor zorgen dat hij zich tussen de maatschappelijke discussies wurmt. We did much better in 2020 than we did in 2016. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat nu een soort van kleine schaduwcampagne bezig is in de Republikeinse Partij. Wie wil zich na de verkiezingen van 2022 gaan kandideren om het presidentschap binnen te halen voor de partij? Trump heeft gezegd, ik wil diegene wel zijn. En het proces waar we nu in zitten is eigenlijk bedoeld om eventuele tegenstanders in zijn eigen partij te ontmoedigen om zich ook te kandideren. Hij maakt zich breed, hij laat zien hoe de achterban nog steeds achter hem staat. En dan is het belangrijk omdat andere mensen zeggen, als Trump meedoet, dan pas ik. Op de rallies heerst vaak een feestelijke sfeer. De bijeenkomsten worden door Amerikaanse media vergeleken met muziekfestivals zoals Coachella. Ook worden de coronamaatregelen niet of nauwelijks nageleefd. Trump is natuurlijk diep in zijn wezen een entertainer. Dus hij weet ook dat die mensen, die moeten dit een belevenis hebben. Hij is natuurlijk iemand die briljant is in het framen en in het marketen van zijn eigen producten en zijn eigen ideeën over dingen. Maar hij weet ook dat die mensen komen voor een beleving. Niet alleen voor een speech, maar die willen iets meemaken. Ja, daar hoort muziek bij, daar horen kraampjes bij. Gaat Trump zich verkiesbaar stellen in 2024? De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, met Trump weet je het pas als hij het echt doet. Dat heeft het verleden wel aangetoond. Er wordt over gespeculeerd. Hij teast ermee, maar je weet het pas als hij echt laat weten, ik heb de knoop doorgehakt.